CV-ketels worden steeds veiliger. In oktober verschijnen de eerste ketels met een ingebouwde koolmonoxide-sensor. Die zorgt ervoor dat de ketel wordt uitgeschakeld wanneer er een gevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide wordt uitgestoten. We zien dat gelukkig steeds meer mensen een koolmonoxide-melder aanschaffen. En toch is er ook de wens om op het gebied van de ketel zelf wat te doen. Nou, daarmee zijn we aan de slag gegaan. En we hebben nu voor het eerst een CV-ketel met een ingebouwde CO-sensor. En die zorgt ervoor dat de ketel uitschakelt als onverhoopt het koolmonoxidegehalte te hoog wordt in de verbrandingsgassen. Daardoor heb je een extra veilige situatie, omdat de ketel eigenlijk nooit heel veel CO kan produceren. Daarnaast adviseren wij om een concentrisch rookgasafvoersysteem te laten plaatsen. Dat is extra veilig, omdat de kans op lekkage van een verbrandingsgassen tot een minimum wordt beperkt. Wij adviseren de mensen om daarnaar te vragen voordat de ketel geïnstalleerd wordt. Fabrikanten geven met de nieuwe ketels gehoor aan de oproep van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zij riepen op om ketels veiliger te maken na uitgebreid onderzoek naar ongelukken met koolmonoxide. Daaruit bleek vorig jaar dat bijna de helft van de ongevallen gebeurt met een moderne en goed onderhouden cv-installatie. Het is schrikbarend hoeveel ongevallen met koolmonoxide ook met moderne cv-ketels nog gebeuren. Er is vorig jaar een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat dit vaker voorkomt dan we ons met elkaar realiseren. Unete VNI pleit er dan ook voor om zwaardere eisen te gaan stellen aan monteurs. En wij lobbyen ervoor om daar een wettelijke erkenning voor installateurs van te maken. Alleen een aanschaf is niet voldoende. Ook gekwalificeerd goed onderhoud is nodig aan cv-ketels. Als branchevereniging, waar heel veel installateurs bij zijn aangesloten, lobbyen wij ook voor een CO-melder in de cv-ketel. Daarnaast pleiten wij als Unete VNI voor een goede voorlichting over de gevaren van koolmonoxide, bij voorkeur met een campagne van de overheid. Ook de Tweede Kamer buigt zich over het onderwerp. Zo wordt er binnenkort gesproken over het invoeren van wettelijk verplichte, zwaardere eisen aan installatiebedrijven en monteurs.